Allereerst allemaal van harte welkom namens het bestuur van de Historische Vereniging. Vandaag vieren we feesten omdat onze vereniging bijna 25 jaar bestaat. En ik zeg bijna omdat we officieel eigenlijk pas eind van het jaar 25 jaar bestaan. Maar goed, het is onze 25ste levensjaar. Gaandeweg de voorbereidingen van dit jubileum kwam ik tot de conclusie dat we eigenlijk twee feestjes vieren. Ons jubileum, maar ook de lancering van ons jubileumboek. Het boek is geschreven door Jaap Waasdorp en Henk van Kerkhof. Een boek met foto's van Moordrechtse woningen en haar bewoners uit de periode 1900-1960. Ik neem aan dat u nu wel nieuwsgierig bent geworden naar dit boek. Het resultaat. Daarom wil ik vragen of de makers, ja, toch echt naar voren komen, heren. Dan wil ik aan Jaap vragen om bij wijze van lancering dit te onthullen. En dan wil ik straks aan Henk vragen of hij het allereerste exemplaar aan de wethouder wil overhandigen. Ga je gang, Jaap. Nu graag het boek Moordrecht van toen presenteren. Want Jaap en ik staan wel geboekt als de schrijvers. Maar we zijn wel trots om te vermelden dat dit boek voor 100% gemaakt is door de inzet van de vrijwilligers van de Historische Vereniging Moordrecht. Het klinkt ook best wel mooi, een historisch boek. Maar als schrijvers zijn Jaap en ik eigenlijk... Ja, we zien onszelf helemaal niet als historici of als geschiedschrijvers. Het boek vertelt hoe de mensen van toen zich door het leven sloegen. De basis leggende voor het Moordrecht van nu. Wij hopen dat door dit boek bij velen de interesse voor de geschiedenis van ons dorp zal worden gewekt. En dan is het nu tijd om het boek zelf een plaats te geven in de geschiedenis door hem uit te reiken. Henk, dankjewel. Ja. Ik heb woensdag in een verzegelde envelop heb ik dit boekje gekregen. En ik heb het gelezen en toen ik dit boekje las, toen ging Moordrecht voor mij... veel meer leven. Maar als je dit leest, dan krijg je veel meer kennis, veel meer achtergrondkennis. En als je wil weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt. Is ook zo'n mooie one-liner. En ik vond het heel mooi om dit te lezen, dus ik beveel het ook iedereen van harte aan. Maar jullie bestaan 25 jaar en we vonden het toch een mooi moment om jullie ook in ieder geval een financiële blijk van waardering te geven. Namens het college van BNW feliciteer ik de vereniging met het 25-jarig bestaan, maar daarmee met dit prachtige boek, met dat stukje geschiedenis van, ik zou bijna zeggen, de gemeente Moordrecht. Is dat de mening? De gemeente Moordrecht en de gemeente Zuidoost.